Hi hi, groetjes uit China. Wat ik hier meemaak zie je volgende week, want dit is de laatste vlog in Zuid-Korea. Ik ben op een vrijdag terug in Seoul en besluit de Myeongdong-wijk en Hongdae te bezoeken. Myeongdong is de wijk waar je het beste beautyproducten kan scoren en waar ze heel goedkoop plastische chirurgie aanbieden. Ik kom er echter voor het eten en kijk hoe cool deze breakhoek is. Hongdae is een populaire uitgaanswijk en ze hebben daar ook erg leuke straatacts. Maar het allertofste bucketlist item waarvoor ik terug ben in Seoul is een K-pop concert. Ik ga naar de groep Shinhwa en dit was zo gaaf om mee te maken. Het concert duurt 3 uur, maar dat is anders dan bij ons. Ze maken tussendoor ook veel grapjes en de jongens dagen elkaar bijvoorbeeld uit voor dance battles onderling. Ook is de lichtshow fantastisch. Het was echt elke cent waard die ik hieraan heb besteed. De volgende dag vertrek ik naar het eiland Jeju. Ik kan de eerste dagen niet mijn draai vinden en verdwaal ook nog eens. Mijn hostel is ook niet leuk, dus ik besluit te verhuizen. Beste beslissing ooit. Ik kom terecht bij Martin en ontmoet de lieve Tabata die daar werkt. Martin, do you want to say hi? Huh? You want to say hi? Hi. Tabata, do you want to say hi? Hello. Wanneer ik aankom, biedt Martin ons een tour aan voor een hele goede prijs. Ook ontmoet ik Cynthia die in Hongkong woont. Yes, nice to meet you. And now we are on the top of the something. Deze berg was niet zo boeiend, maar op de terugweg rijden we langs de kust en we zien een fantastische zonsondergang. Ook mogen we 's avonds mee eten bij Martins vriendin die een geweldige kat heeft. He likes hugs. Tolkan. This is Tolkan. Ja, ik ben heel blij dat ik hier terecht ben gekomen. Volg je gevoel. Als iets niet goed voelt, gewoon weggaan. Ten slotte moet Heidi natuurlijk weer een berg op. Mount Hala of Hallasan is de hoogste berg in Korea, maar zeker niet steil. Ik ben met Cynthia en een groep Chinese meisjes. Hello, like a little train. Yeah, the ice. I'm scared of ice. Woo! Very nice. En het is helemaal niet koud, maar er ligt nog wel sneeuw op de berg. Super tof om te zien. Ik ben persoonlijk meer fan van Seoraksan, maar deze berg is ook zeker de moeite waard. Na een gezellige avond in het hostel vlieg ik de volgende dag weer terug voor mijn laatste dagen in Seoul. Volgende week natuurlijk nieuwe verhalen. Als je geabonneerd bent, zie ik je dan. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu. Want dan mis je namelijk geen enkele travel vlog. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.